Het verhaal achter een wandelgroep moet de bewustwording over suikerziekte helpen bevorderen. Dit was het doel van de foto-expositie Bloedsuiker, een bewogen, een geschiedenis in beweging. Die vandaag is afgesloten in het Nationaal Archief. Deze expositie werd zaterdag geopend met een presentatie over het onderwerp. Het initiatief geleid door Frank Kanhai heeft als doel bewustwording te creëren over een gezonde levensstijl door steeds meer te informeren over de geschiedenis van suiker en de impact ervan op de samenleving. Jarenlang heeft Kanhai met succes wekelijks wandelgroepen opgezet en georganiseerd door heel Nederland in samenwerking met diverse culturele instellingen. Nu richt hij zijn aandacht op het belangrijk onderwerp van suiker en zijn historische betekenis. Bij de opening ging Nationaal Archivaris Rita Chingfu in op het verband tussen suikerplantages in ons verleden en de impact van suikerziekte nu in de gemeenschap. Dan denken we aan tranen, pijn, zweet, bloed. Want die hele koloniale geschiedenis werd onder andere gekenmerkt door die suikerplantages en hoe onze voorouders allemaal hun bloed, zweet en tranen hebben gegeven. En heden ten dag, en als we kijken dus naar die maatschappelijke prijs die de Surinaamse gemeenschap betaalt, merken we dat nog steeds. En die kosten, die uiten zich bijvoorbeeld in gevallen van diabetes, waar de Surinaamse gemeenschap onevenredig door wordt getroffen. Vandaar dus ook deze expositie. Een geschiedenis ook in beweging. Toch? En ja, het promoot niet alleen maar die awareness rondom de ziekte, maar het promoot ook nog die gezonde lifestyle. De tentoonstelling, ondersteund door de Bas van de Goor Foundation, belichtte niet alleen de geschiedenis van suiker, maar streeft er ook naar om een dialoog te openen over de impact ervan op de gezondheid en het sociaal weefsel van de samenleving. Kanhai, die de wandelingen in groepsverband al langer dan 10 jaar begeleidt, zegt dat er een andere kijk moet komen op de Surinaamse geschiedenis. Er is vaker over de Surinaamse geschiedenis geschreven, echter niet door Surinamers. En wij proberen met deze tentoonstelling daar verandering in te brengen. Want Yunus zal het misschien vertellen, de kinderen, hoeveel vragen ze ons stelden. In Nikeri ook, hè. Dan denk je van, ze zijn niet geïnteresseerd. In Nederland vragen kinderen mij van oom Frank, hè, zo noemen ze mij. Van wie ben ik? Ben ik nou een Suriname? Ben ik een Nederlander? Hunnissaanse kinderen vragen mij, ben ik een Indre? Ze weten hun identiteit niet meer. En die vraag komt steeds naar voren. Kanhai heeft samen met zijn team sinds het weekend als afsluiting van het project De Bloedsuiker 2 succesvolle wandelingen gehouden in Suriname. Namelijk 1 met president Santokki, die de diaspora bloedsuikerwandeling is genoemd. Op zijn Facebookpagina schrijft Kanhai dat het zijn doel is om door samenwerking regelmatig wandelingen te organiseren in Suriname.